Adrie, kun jij iets meer vertellen over bewijding op jullie bedrijf? Oké. Okay. Ja, wij weiden alle melkkoeien in één koppel. En hoe groot is het koppel? Het zijn op het moment net geen 200. En we weiden ze nu sinds vorig jaar al voor de eerste snee. Okay. En op welke datum was dat dit jaar? De eerste snede was, we zijn gaan maaien op 13 april. En de koeien zijn op 24 maart naar buiten gegaan. Kijk, dat is mooi vroeg. En Jan-Willem, dat betekent ook op dat moment een overgang in het rantsoen van stal naar buiten. Hoe hebben jullie dat opgepakt? Klopt. Ja, we hebben eigenlijk vanuit de voeding. Eerst hebben we samen kort gesloten dat we het gras rond de stal kort maaien. Zodat die koeien wennen aan het verse gras. Dat hebben we de eerste 2 dagen gedaan volgens mij. Daardoor hadden we zo min mogelijk bewijdingsverliezen. En gaandeweg zijn we steeds wat meer gras van binnen uit het rantsoen gaan halen. En daarbij ook soja terug gaan nemen. Okay. Om het ureum laag te houden. Okay. En dat mechanisch grazen hebben we dit jaar voor het eerst gedaan. En je zag een heel verschil met vorig jaar. Dat ze veel sneller een veel hogere opname hadden. Ze pakten het goed op inderdaad. Okay. Nou, ik hoor onderweg nog wel eens dat het weiden van een koppel van 200 koeien, nou, en dat is ook het aantal wat jullie op het bedrijf naar buiten laten gaan, dat het een hele uitdaging is. Hoe doe jij dat, Adrie? Nou, dat is inderdaad een hele uitdaging, want dat is nooit een keer hetzelfde. Ik geef die koeien iedere dag een vers perceel, dus ze komen nooit een keer in een perceel terug. Ja? Behalve als qua logistiek niet anders kan. Ja? En Ik meet hoeveel gras er in die wei staat en ik weet hoeveel die koeien die dagen ervoor opnemen. En dan weet ik hoe groot ik die wei kan geven. En als ik dan nog een beetje rekening hou met het weer wat ze afgeven en bijzondere dingen als klauwbekap of iets dergelijks, ja. Dan kan ik ze precies een wei op maat geven. Keurig. En dan heb ik de hoogste benutting van mijn weidegras. Ja, ja, en daar gaat het uiteindelijk ook om. Jan-Willem, bij een rantsoen kijk je natuurlijk, en dat doet Adrie ook, van hoeveel droge stof kan ik opnemen, kunnen de koeien opnemen vanuit het weide perceel. Kun jij daar nog iets meer over vertellen, hoe jij daar tegenaan kijkt? Nou, ik behanteer hier eigenlijk in het voorjaar gewoon een gemiddelde opname van 1 kilo droge stof per uur. Ja. Hè, en we proberen hier gewoon maximaal te weiden. Dus Adrie bepaalt feitelijk zijn perceelsgroottes op de ingeschatte droge stofopname. Ja. En dan stuur ik... hebben we een overleg over op het rantsoen binnen, wat we daarin bijvoeren, ja. Hoeveel gras erin gaat, hoeveel mais erin gaat. Okay. We hebben een heel mooi stuurhoop eigenlijk de laatste jaren. En Adrie, jij zegt van ik doe netjes de percelen meten. Kun je iets vertellen van hoe je dat doet en hoe vaak je dat doet met de grashoogtemeter? Ja. Dat gebeurt niet met de regelmaat van de klok. Dat gebeurt niet iedere maandag of iets dergelijks. Je moet er ook een beetje tijd voor hebben, want het is gewoon wel een bewerkelijk iets. Ja. Want altijd maar die wei in. En ik doe ook niet alle weiden tegelijk. Dus echt, als ik iets wil weten, dan ga ik het meten. Dus als ik bijvoorbeeld niet het gevoel heb dat koeien het juiste opnemen, of als ik zie dat de wei niet helemaal kaal is, of dat ik juist denk van die is wel erg kaal, dat ze iets meer moeten krijgen. Dat zijn momenten dat ik ga meten. Okay. En dan meet ik ook de wei waarin ze gelopen hebben. Want soms ben ik ook gewoon nieuwsgierig van hoeveel nemen ze nou eigenlijk op. Ja, dus eigenlijk die rest gras wat er dan nog staat. Ja, ja. Nou, heel goed. Je zei ook van de perceelsgrootte. Kun je ons een idee geven van aan hoeveel oppervlakte we dan moeten denken? Wat je normaal gesproken per dag aan de dieren geeft? Nou, dat varieert echt heel erg. En daar is de jaagtijden het meest van op invloed op. Ja? Want de eerste ronde, dus die ik voor de eerste snee deed, daar had ik telkens mijn hectares van 0,8. Of percelen van 0,8 hectare. Ja? En nu zitten ze op percelen van veel groter dan een hectare. Ze begonnen met 1,3 en lopen nu op 1,1. Ja, ja, ja. Dus je gaat van liever alleen naar wat grotere oppervlakte en straks als het wellicht weer wat harder groeit, dan ga je weer wat kleiner. Als het harder groeit. Ja, dan moeten we allemaal nog maar afwachten. Ja, want die eerste snee, dat is altijd een hele uitdaging om die bewijden, want die eten ze nooit zo kort als de tweede snee. Klopt. En het komt heel anders uit de winter. Ja. En dat is ook echt wel iets wat ik nu meeneem na het najaar, want ik zei al dat ik mechanisch graasde. Ja. Als ik nu denk ik bewust van, nou, als ik die percelen nou graas voordat in het najaar begraas, waar de koeien in het voorjaar weer op gaan, dat ze dan mooie kaal eten. Oké, ja, dus daar hou je al rekening met het nieuwe seizoen. Als we terugkijken, Jan-Willem, naar het vorige seizoen, een heel droog seizoen geweest. Ja.
En nou, in zijn algemeenheid, kun je daar hier in jouw werkgebied iets over vertellen? Nou, het is hier heel wisselend, omdat we hier in Zeeland met heel veel water zitten. Ja. En dan bedoel ik niet water van boven, maar van de zijkant, hè, de Noordzee en de Scheldes. Ja. Dat betekent dat het hier kan regenen en 5 kilometer verderop maanden droog kan blijven. Dat geluk moet je hebben. Hier hebben we vorig jaar niet te veel regen gehad. We zagen met name op de percelen hiernaast de drogere koppen echt op de hoge. We hebben daarop ingespeeld door eigenlijk ruimere percelen te gaan geven. Maar als echt de groeide huid bleef, die koeien toch volop binnen bij te voeren. Ja, en helemaal opstallen, zelfs 2 maanden bijna. Ja, dat is dat zelfs gewoon gedaan, geen aanbod meer was. Nee, dan was het gewoon puur wandelen voor ze. Ja. Heb je nog, Adrie, uit het vorige seizoen, heb je nog dingen van in het najaar of van de winter of juist in het voorjaar moeten doen om de boel weer op gang te krijgen? En dan denk ik aan onkruidbestrijding of dat soort zaken. Heb je nog dingen moeten doen die je andere jaren niet hoefde te doen? Als jij doelt op doorzaaien of iets, dat soort dingen, dat heb ik niet gedaan. Oké. Dus het is allemaal teruggekomen. Het was allemaal zo geel als wat, maar het is allemaal gewoon teruggekomen. Het zijn ook niet allemaal de juiste rassen die teruggekomen zullen zijn. Dus er staat best wel kweek op sommige percelen. Ja. Maar waar ik echt wel veel moeite mee gehad heb, is om die weidegang weer op te starten. Daar heb ik vorig jaar sowieso wel moeite mee gehad. En wat is dan het moeilijke daarin? Nou, zoals ik. Die smaak moeten ze weer te pakken krijgen. Dus in het begin van het jaar. Het duurde toen even voordat ze op gang waren. Ja. Maar ook na die stalperiode. Dus ze liepen tot 27 augustus op stal en daarna weer naar buiten. Heeft ook gewoon bijna weer een maand geduurd voordat het weer op gang kwam. Dus je zegt eigenlijk van koeien moeten gewoon wennen weer aan de smaak van het verse gras. Ja, ondanks dat het smakelijk is. Toen wel, Nou, dat vind ik wel heel mooi wat je daar zegt. Want we gaan er altijd maar vanuit van, we jagen ze in mooi schoon gras en ze vreten dat wel. Maar je geeft ook aan dat de koeien daar toch even aan moeten wennen. Ja, dat kan gewenning zijn, maar het kan ook smakelijkheid zijn. Ja. Want je weet ook niet wat die droogte met die smakelijkheid van het gras heeft aan, de mest die er nog op lag. Ja, nou, dat zijn allemaal factoren die meespelen. Ja, heel goed. Nou, je hebt denk ik een prachtig mooi weidesysteem. En daar ben je niet zomaar toegekomen. Daar heb je waarschijnlijk ook een weg naartoe gevonden. Misschien wat dingen uitgeprobeerd, Adrie. Kun je daar iets over vertellen? Ja, nou, in 2012 hebben wij een nieuw stal gezet. En toen is die koppel gaan groeien. Ja. En we begonnen met 140 en op een gegeven moment kwamen we bij 160 koeien. En begon toch een beetje te twijfelen aan van, kunnen we ze wel allemaal blijven weiden? Ja, nu hebben we 2 jaar hebben we deelweidegang toegepast. Dus alleen de laagmelkte koeien naar buiten. Okay. En dat deden we dan in roterend standweiden. Dat is die 3 blokken met 5 percelen en dan gingen ze iedere keer die 5 percelen af. In 5 dagen rond? Ja, inderdaad. Ja. Ja, ja. En met de opkomst van een hogere weidetoeslag. En ook omdat het gewoon een beetje, toch nog altijd wel een beetje erin zat. Weer volledig gaan weiden. En het blijkt heel goed mogelijk te zijn. We hebben op het moment een huiskavel van gras. Gras in de huiskavel van 44 hectare. Oké. En daar kan je prima mee uit de voeten. Ja. En als je kijkt naar het systeem wat je nu toepast met de variatie in de oppervlakte van zeg maar onder de hectare en even iets erboven. In hoeveel dagen, om een beeld te krijgen van hoe je dat doet, in hoeveel dagen ben je dan weer terug in het rondje? Is dat na een week, is dat na 14 dagen of na 3 weken? Ja, dat verschilt dus. Want het eerste blok, dat was 5,8 hectare, dat heb ik in 5 dagen gepakt. Ja. Bewust, omdat ik bang was dat ik eruit zou groeien. Ja. En dan heb ik hekel aan dat ik de laatste weer moet laten staan gaan maaien. Want precies. De koppakken rijkt nog wel aardig, maar hier in het midden rijkt niet lekker over het huis. En wat het belangrijkste is, of het een na belangrijkste, is eerst moet je bepalen van hoeveel gras eten die koeien. Ja. Maar wat er vervolgens komt, je moet ook uitkomen. Dus je moet wel denken van, die koeien die geef ik iedere dag 1 hectare. Maar als je op les 0,5 hectare overhoudt, dan heb je daar niks aan. Dus precies. Je moet altijd even doortellen dat je goed uitkomt. Doe je dat op je gevoel? Ook heel veel via het rekenmachine. Ja. Oké, okay. Ja, heel goed. Ja. De beste machine hier, de rekenmachine. Ja. Ja. De beste machine is de rekenmachine. Zo is het. Ja. Zijn er
Nou, we hebben wel heel wat dingen bij de kop gehad. Zijn er nog specifieke dingen hier voor het bedrijf, zoals jij dat ervaart? Ja. We zitten hier op vrij vroege grond. Hè. Adrie vertelt al dat we eind maart al naar buiten konden. Dat zien we eigenlijk elk jaar terug. Vroege bemesting, vroeg mest ja. op die percelen. Adrie haalt zelf zijn mest uit, dus hij kan zijn momenten pakken. We beginnen met een graasplus start om het gras snel aan de gang te krijgen. Ja. En vervolgens bemest hem nog een keer over met een graasplus 14.000. Met zwavel. Met zwavel erop. En je ziet daar hier de effecten van. Als er op 15 april al ingekeld wordt, dan zijn we op tijd. En je mag van mij aannemen dat er een goede pak gras op stond. Mooi. Ja. Mooi. Adrie, je bent een van onze gewaardeerde deelnemers aan het kijken op gras gebeuren. En je levert ook netjes iedere week een vers grasmonster in. Nou, wij krijgen die informatie en die delen we met elkaar. Wat doe jij daar zelf mee als je die uitslag terugkrijgt? Waar kijk je naar? Nou, het geeft eigenlijk juist heel veel feedback. Want het uiteindelijk sturen, dat doe ik op de melk in de tank. Ja? En op de mest van de koeien. Oké. En het geeft heel veel bevestiging uiteindelijk. En waar vind je die bevestiging dan? En als ik dan zie van, er zat inderdaad veel eiwit in. Of okay. Het ontbrak inderdaad een eiwit en er zat veel suiker in. Ja. Zoals afgelopen najaar heel mooi bleek. Ja. Toen waren we dus nog aan het zomerstal voeren. En in één keer ging de ureum helemaal omlaag. Ja. En dan had we een paar koude nachten gehad in november. En dan zat er geen eiwit meer in het gras. Precies, heel veel suiker. Ja. Heel veel suiker. Ja. Ja, dat is dan alweer apart dat je dan in het najaar, of eigenlijk tegen de stalperiode aan, dat je dat dan terug ziet met die koude nachten. Nou, en we zien dat natuurlijk in het voorjaar, zien we hetzelfde beeld. Koude nachten en de zon, heel veel suiker in het gras. Ja, ja het is inderdaad die bevestiging, maar je leert er dus ook heel veel van. Je leert veel meer het weer en alles lezen van hoe die wei staat. Ja. Door het meten weet ik ook veel meer zo hoeveel er in de wei staat. En, ja. Nou, dat is denk ik het sleuteltje waar ik naar gevraagd heb en die jij nu heel duidelijk uitlegt. Van dat je er gewoon bovenop zit en dat je dus weet wat je de komende weken te wachten staat. Mm-hmm. Nou, ik denk dat we hiermee een prachtige mooie inkijk hebben van hoe het hier gaat bij Adrie op het bedrijf in Biervliet. Dank jullie wel. Dank je Theo. Jou ook, geweldig. Ja.